Dames en peertjes, welkom bij deze nieuwe aflevering van Lego de Hobbit. We hebben 4 achievements gehaald, dat betekent dat we 4 levels hebben uitgespeeld en dat we nu bij aflevering 5 zijn van dit grote avontuur. We hebben vorige keer natuurlijk te maken gehad met die fantastisch grote stenen trollen. Die zie je hier zo, zie je ze staan. Echt heel leuk gedaan. Echt fantastisch. En we gaan nu verder met het grote avontuur. Want we moeten uiteindelijk de Arkenstone natuurlijk vinden. Jullie kennen de Hobbit films wel en ik heb ze allebei in de bioscoop gezien. En ik wil de derde film natuurlijk ook dolgraag in de bioscoop zien. Maar die derde film duurt nog wel eventjes voordat dat gebeurt. En ik ga eens kijken, wat staat hier? We hebben wat stenen nodig, we hebben wat stokbrood. Zullen we dit eens doen? Kijk, 5 stenen nodig. 20 stokbroden. Ik neem aan dat we dat wel hebben. We hebben niet te veel, we hebben niet genoeg stokbroden. Jammer dit. En we zitten zo irritant te zingen. Stop met dat zingen. Het is vervelend. Ik probeer stokbroden te vinden en het lukt niet. Ik ben verdoemd. Oké, geen stokbroden helaas. Maar wat ik wel uit die plantjes weet te vinden, dat zijn natuurlijk die achterlijke houten plankjes. Oké, dat weten we nou inmiddels wel. Huppakee. Maar die stokbroden, ik weet niet waar we stokbroden in kunnen vinden. Ik denk niet in het steen kunnen we ze denk ik niet vinden. Helaas. Nou, dan maar geen stokbroden voor die vrouw. Daar komen we later nog wel een keer op terug. Ik heb wel onnodig stenen uitgegeven aan die vrouw. Oh, zucht. Zo, we volgen de geestige nopjes en de geestige... Wat is I? Wat moet ik doen met I? Moet ik die gebruiken voor dit? Wat is dit? Oh jee, we hebben weer spullen nodig. Oh, we hebben maar 2 van de 5 van die dingetjes. Uh-oh. Nou, we hebben wel 5 van die ijzeren balkjes. We hebben 20 van die gouden, dat is helemaal goed. En hebben wij genoeg van die houten plankjes? Zie je, we moeten gewoon weer houten plankjes gaan verzamelen. Had ik de vorige keer maar gaan moeten doen. Dan kunnen we namelijk door met het level. Ik vind dat zo leuk gedaan, het verzamelen van objecten en gebruiken voor dingen te bouwen. Ik vind dat zo fantastisch gedaan. Working in the coal mine, working down, 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 working in the coal mine. Oké. Sorry ervoor te zingen. Oké, we gaan even mijnen weer. Ha! En uit het mijnen krijgen we allemaal stenen, maar we hebben eigenlijk die bronzeren nodig. En we gaan even kijken wat hierin zit. Want in dit gebied zullen we heus wel wat objectjes vinden die we nodig hebben. En wat dacht je van de houten plankjes, die waar we natuurlijk ook naartoe zoeken? De houten plankjes zoeken we natuurlijk heel erg naartoe. Nou, ik zie hier een grot, daar gaan we weer niet in. Die caves, die mogen maar gestolen worden. Wat is dit? Is dit een vogel? En wat zit hij te doen? Die staat gewoon op de grond iets te doen. Ik weet echt niet wat hij doet. Nou ja, het zal wel. Rare vogel. Dan moet hij maar zelf uitvogelen. Zo. Houten plankjes? Nee, er zitten alleen maar van die touwtjes in. Nou, touwtjes hebben we ook wel wat aan op zich. Want ja, het is nog een verzamelobject. Maar we gaan natuurlijk voor dat hout. En waarom zit er geen hout in? Kom op jongens, waarom zit er alleen maar een touw in? We hebben ook hout nodig, kom op. Hey, kom op jongens, ik kan niet alleen maar van die touwen gaan sparen. Ik kom hier voor hout. Nou, ik op hoop van zeggen dat hier wat hout in zit. Nog niet. Nou jongens, kom op. Wat is dit trouwens? Oh. Ik ga een gat in. Oh, waar kom ik nou weer terecht? Wat is dit nou weer? Een of andere vage grot. Nou, we gaan er eens in. Trollenbossen. Maar wel hout, jongens. Maakt me niet uit. Oh, hier zit hout. Ik vind alles best. Nou, hier komt ook geen hout uit, helaas. Dit is wel een beetje met natuur gericht hier. Zo. Huppakee. Nu hebben we wat objectjes. Zo. Nog steeds geen hout weer, jongens. Wow, ik kreeg er een paarse nop uit. Ik liep er gewoon naartoe.
Nice. Misschien als ik daar naartoe loop, krijg ik ook paars iets. Nee. Misschien moet ik het kapot maken met deze, met B. Nee, dat lukt niet. Helaas, mijn poppetje is niet sterk genoeg om dat witte beeld te breken. Nou, het enige wat ik nog kan breken is dit... Ik weet niet hoe het zit, maar... Even kijken, een kistje, wat zit daarin dan? Helemaal niks. Ik weet wel één ding, als je zeg maar naar buiten loopt en nu weer naar binnen gaat, dan is het allemaal opnieuw geladen. Dus niet. Ik kon het proberen. Het kon zijn dat hij het gewoon deed. Hoe komen we naar... Oh, we hebben nog geklimd. Oké. Okay. Nou, we hebben nog steeds niet alle objecten hoor, jongens. We moeten nog steeds van het hout. Ik heb nog niet genoeg hoor. Ja, je hout. Zo, 11 plankjes. We moeten er nog 4, heb ik het gevoel. Zo. Ik hak maar gewoon hier ook door. Zo, huppakee. Zo. Wat ijzeren balkjes gevonden, wat steen. Oh, oude plankjes. Kom maar bij mij. Ik spaar jullie. Ik weet dat ik dat ene plankje niet heb gepakt, maar dan komt dat deze boom ook doorging. Daar zitten er namelijk 2 in. En als het goed is, als ik dan hier loop... Nee, ook niet. Ik moet echt genoeg hout hebben, jongens. Nou, dat hout ook niet. Ik hoop dat ik het volhoud. Nou, deze nog 1 keer proberen, want hier hadden we ook nog wat stone in moeten vinden. Huppakee. Komt u maar. Ik zie hem daar liggen. Zie je hem, jong? Oké, hebben we nou genoeg? Even kijken hoeveel. Ja, we hebben 10 van die steentjes. Dat is mooi. Houten plankjes. Hoeveel hebben we er? We hebben er... We moeten er nog 1! Nou, kom op jongens. Doe niet zo matig. En geef me zo'n houten dingetje. Kom op. Geef me zo'n hout. Hier zal hij wel in zitten, denk ik. Houthakken simulator. Kan ik het net zo goed noemen, deze game. Zo, ik heb mijn hout gepakt hier. We hebben genoeg plankjes. Ik moet toch meer gaan verzamelen. Want dadelijk zit ik echt vast hoor. Als ik dadelijk heel veel hout nodig heb. Nou, even het hout inleveren. Waar is het? We hebben zoveel objecten hier. Huppakee. Nou, kom op. Dan kunnen we bouwen. Dan kunnen we verder met level. Oké, wat krijgen we? We krijgen een... Oh, potverdorie. Ik heb het verkeerde gezien. Die. Krijgen we zo'n... iets wat ik niet goed zie. Ik denk dat die het is, ja. En dan krijgen we... Kijk hoor, een klein vierkant blokje. Dan krijgen we een vierkant blokje met een gaatje erin. Dan krijgen we van die groene stammetjes. Die gaan er doorheen. Ik weet niet wat het wordt, maar het is een heel miniature iets. Een balkje komt hierop. Dan komt er een klein... Huppakee. En dan gaan we zo'n ding erin doen. Maar dit kwam voor... In de Lego Movie. En ik weet niet of Traveler's Tales aan die game heeft meegeholpen van de Lego Movie. Maar ik heb een sleutel gemaakt. Natuurlijk. Een hele grote, keigrote sleutel. Die met 2 man moet worden gedragen. Zo. En we plaatsen die in het slot. Gaat dat lukken? Hup. Oh, we gooien hem gewoon tegenaan. Hup, oké. Okay. Dan hadden we net zo goed die Bilbo of die Bim... Obeer of zo. Die grote big dwerg hadden we net zo goed tegenaan kunnen pleuren. Nou ja, het is nou maar zo. The wisdom of Gandalf is seldom incorrect. And surely enough, the company stumbled across the troll's hall. Oh, die konijntjes zijn er leuk gedaan. Of goods stolen from unwary adventurers and raided caravans. Who knew what wonders may be found? Echt door die stem? Oh. What's that stage? It's a troll hall. Be careful what you touch. Wat een hoop goud, jongens. Seems a shame just to leave it lying around. Anyone could take it. Nou. Volgens mij heeft Gandalf een plannetje.
We zitten weer in een hele aparte kamer, in een soort van ook weer een trollengrot. En we hebben wat objecten nodig en ik ga gelijk weer wat dingetjes verzamelen, zie ik. Een paar worteltjes. En ik zie hier nog andere dingetjes, spulletjes die we kunnen verzamelen. Maar wat ik boven zie, en plankjes hebben we ook weer. Maar wat ik zie boven is dat er een schatkistje staat. En een ander wit schatkistje. En een schatkistje met een gouden rand eromheen. En als ik goed kijk, dan zie ik bovenaan zie ik zo'n dingetje staan. Ik ga eens even kijken hoe we daar dichterbij komen. Ik kon dit slopen. Het zag er al naar uit dat er echt objecten in zaten die we konden bouwen. En we bouwen een soort hangslotje. En dat betekent dat we daaraan kunnen hangen of zo'n touw kunnen spannen daaraan. Even kijken wie dat ook weer kon. Een van die gasten kon dat namelijk. Deze kon dat, ik zag hem al. Ik denk dat we moeten hangen met z'n allen eraan. Ja, kijk, kijk, kijk. Zijn er nog meer trollen? Oh, die bom weer moet eraan hangen. Oh, kijk eens. Dat is al genoeg. Twee mensen hangen eraan. Het hele ding gaat kapot. Dan slaan we gewoon keihard met bom weer. Best wel een sterk mannetje trouwens. En het eerste schatkistje hebben we naar beneden gehaald. Nou, dat is altijd positief. Kunnen we dit nog een beetje slopen? Hier zitten allemaal muntjes in. Je weet dat er nog wat objectjes inkomen. Ja hoor, kijk eens. We hebben een geheim iets gevonden. Geheime minikit. Zo heten die dingen, minikits. Huppakee. Nou, gelijk wat muntjes gehaald. En kunnen we gelijk even deze kist openen? Gandalf met zijn grote stok. Kijk eens, huppakee. Een zwaard. Nou, halleluja. These swords were not made by any troll. No, they were made by any smith among them. These were forged in Gondolin. For the high elf, first age. Wat een hoop goud vind ik in deze grot, jongens. Visjes. Oh, en heel veel spinnetjes. Wauw. Oké, ik denk dat we een bom weer nodig hebben. Die hele grote dikkerd. Die moeten we hiervoor gebruiken. Zo, en die gaat even met zijn kont erop zitten. En ik weet niet wat er gebeurt. Maar we moeten een bom weer eten geven, jongens. We geven hem namelijk 6 visjes en wat stokbrood. Oh, hij wordt helemaal dik. Oh, wauw. En dan gebruiken ze buik voor springkussen. Oké, okay, heel nice. Ja, wat vinden we hier? Skeletje. En we vinden wat... Oké, ik ga even magie gebruiken. Huppakee, lijkt net Harry Potter, hè? Oké, nou dat ding kunnen we alleen activeren met iemand die... Ja, deze lukt dat. Let op. B. Ik vind de controls echt heerlijk. Je moet even wennen in het begin in het spel, van het spel. Maar op een gegeven moment als je het bent gewend, dan komt het helemaal goed. Oké. We gaan de volgende gebruiken. Wee. Oh, shit. Blijf boven, Gandalf. I need you. I need you. Oké, nog een keer proberen. I. Oké, dan gaan we iemand gebruiken. Die bom weer, lekker waar. En spring. Kom op. Nee! Wee! En bom weer is boven, jongens. Kijk eens. Is dit niet de kist die we nodig hebben? Volgens mij is dit de kist die we nodig hebben. Kan ik hem openen? Nee. Alleen hij kan hem openen. En waar is die? Hij komt hier. Huppakee. En daar hebben we een nieuw item die we nodig hebben. Een groot, groot, machtig zwaard. Gemaakt door een troll. Dat neem ik aan van wel, want dat zei ze eerst ook. Die zwaarden zijn gewoon gemaakt door trollen. En nu komen we bij het tweede stuk. We kunnen daar niet in, heb ik het gevoel. Kunnen we daarin? Nee. Oké, ik ben benieuwd hoe we dit gaan doen. We hebben dus licht nodig om daar naar binnen toe te gaan. Anders moeten we even kijken hoe we daar verder komen. Maar hier zit dat andere kistje al. Is dit die andere kist? Nee, dat is niet die andere kist. Ik had wel een vermoeden. Hij leek er wel bijna op. Ik kijk even hier zo. Oké,
kunnen ook nog slopen, jongens. Ja, hoe komen we daar bij dat nieuwe stukje? We moeten iemand hebben die... Ja, die zeg maar niet eng vindt om daar te komen. Ik denk Gandalf, want die heeft meestal... Op zijn staf heeft hij zo'n lichtje. Ja, kijk. Dat was ook al bij Lego Lord of the Rings. Vandaar dat ik dat stiekem een beetje wist nog. Oké. Dus je mag met andere karakters zou ik niet in die donkere gangen komen. Want dat durven ze niet op een of andere manier. Oké, ik kan hier weer dingen bouwen, zie ik. Huppakee. En hier ook nog weer wat. Oh, dit is de kist al. Is dit de kist? Ik weet het niet. Maar laten we even wachten met hem openmaken. Nee, dat was nog niet de kist. Er zit wel een hoop op andere objecten in trouwens. Oké, een visje pakken op. Wat kunnen we doen? Moet ik iemand anders gebruiken voor hier zo? Dan moet ik even kijken hoe we dit gaan doen. Oké, dan moeten we boven zien te komen. Ik ga even kijken, jongens. Oh, ik zie daar al. Katapult gebruiken voor dat. Nog een keer gebruiken. Ja, driemaal scheepsrecht. Dus waarschijnlijk nog een keer. Ja. Zo. En dan kunnen we weer wat uitbouwen uit de objecten van dat skeletje wat was gevangen in die kooi. En we maken een trappetje. En dat trappetje leidt ons naar boven. En daar zit waarschijnlijk het laatste kistje. En het laatste kistje moet geopend worden door onze grote vriend Bilbo. Maak maar open, Bilbo. Alleen Bilbo heeft nog geen groot zwaard. Huppakee. Nou, we hebben allemaal een zwaard gevonden. Dat gaat de goede kant op. Let's get out of this foul place. Come on, let's go. Something's coming. Oh jee. Arm yourselves. Wow. En dus de kerstman. Radagast, what on earth are you doing here? I was looking for you, Gandalf. Something's wrong. Was that a wolf? Are there wolves out there? Wolves? No, that is not a wolf. Uh-oh. Oh jee. Dat zijn echt hele grote beesten. Daar moeten we echt heel erg voor uitkijken. Oké, we moeten kijken. We moeten die konijnen uitgraven. Hoe gaan we dat doen, jongens? Met een schep. Wie heeft een schep ook alweer? Wie heeft een schepje? Even denken hoor. Wie had een schep? Oh! Weg jij! Kunnen we serieus op die beesten rijden? Dat zou grappig zijn. Oké, met hem moeten we hakken. Hak! Ik weet niet waarom we dat hakken, want het heeft geen nut. We hebben wel wat objectjes nu. Ik ga gelijk mijn spel opslaan. Huppakee. En hak. Twee van de tien. Zo, het konijntje is beter. Volgende. Zo, kijk wat er in dat ding zit. We kunnen iets bouwen. Hoppakee.
Oh jee, we gaan wel bouwen. Hebben we genoeg punten? Ik hoop het. Nee, weer geen genoeg plankjes. Shit. Genoeg brons? Ook niet. Oké, dan moeten we eens gaan zoeken. Plankjes. Nou, die zitten hier vaak in. Kijk eens. Hout, 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 hout. Hier zit een hoop hout in. Het houdt mij niet op. Hebben we nou genoeg? Even kijken. Nee, nog steeds niet. We doen een beetje gaan graven in die dingen. Kijk hoe, dat doen we met hem. Nee, met, even kijken hoor, met hem. Huppakee. In één keer. Bam. Hebben we nog meer van die kolen hier? Ja, we moeten wel. Ja, komt hij al. Even nog konijn helpen weer. Bam! In één keer. Ik denk dat we genoeg hebben nu, hoor. Juist. Kijk. We gaan bouwen. Ribbeltjes. Schroefje. Heel apparaat, joh. Een klein tweetje. Nee, die. Dat is een valstrikje. Bruin. En nu wel een tweetje. Even kijken hoor. Een viertje krijgt hij. En we hebben een één blokje. Waar wordt het één blokje? Daar wordt het één blokje. En een klein plankje. En een grote balk. Zo. We hebben het gemaakt. Oké, wat kan het? Helemaal niks. Nee. Oh. Kijk dan. Oh, lief. Oké, ze hebben alle konijntjes zijn bijna genezen. Kom maar hier. En de laatste. Die zit namelijk. Moet even kijken wie we nemen ervoor. Die zit namelijk die bovenop. En dan moeten we even zo'n iemand hebben met zo'n even kijken hoor, welke was dat nou? Even zoeken hoor, hij kan dat voor mij wel. Nee, wie had die katapult nou joh? Wie had die katapult? Even kijken hoor, hij ook niet. Ik zit even te twijfelen, jongens. Wie had nou die katapult? Had hij die niet? Ook niet? Ik ben even vergeten, hoor. Ook niet? Hij ook niet? En hij? Hij had hem voor mij. Thank you.
Een van die krachten moet het toch wel lukken, jongens. Misschien heeft hij hem wel, joh. Nee, ook niet. Heb ik hem nou wel? Ook niet. Nou jongens, welk karakter kan het nou? Help me eens mee, ik kom niet verder. Misschien wel Gandalf. Kom op, ik moet dat. Kom op. Hoe kom ik er verder? De achter, daar was het. Wacht even. Ik zit helemaal de, ik ben helemaal de weg kwijt, jongens. Potverdorie. Wie kon dat ding nou ook weer verschuiven? Wie deed dat nou ook weer? Boven? Boven niet? Nee, die deed het niet, hè? Maar die, ik dacht dat hij wel verschoof, dat ding. Hij deed het. Ja, hij deed het. Hij ziet er sterker uit. Let op. Kijk, kijk, kijk. Het was even zoeken, maar dan zijn we er ook. Wow. Even die dingen snel pakken, jongens. Zo. Oké, en dat is de laatste konijn. Je wordt gered. Zo, huppakee. Oh. That is not from the world of the living. The greenwood is safe, Gandalf. A darkness has fallen over it. But worst are the webs. Webs? What do you mean? Spiders, Gandalf. They came from Dol Guldur. But the old fortress is abandoned. No, Gandalf. It is not. A dark power dwells in there. Oh, yay. It is the shadow of an ancient horror. One that can summon the spirits of the dead. Necromancer has come. We have to get out of here. I'll draw them off. These are Gundabad wags. They will outrun you. These are Ruskabel rabbits. I'd like to see them try. Gaaf. Of vet gedaan dit. Wow. Wow, dit is gaaf gedaan. Hoppakee, de eerste hebben we vernietigd. De tweede, komt ie. Yes! Nee, hoeft niet! Zo, hoppakee. Moet even antwoorden hoor, jongens. Ik zit zo heerlijk in het gevecht. Oh, pak die. Oh, ik pakte hem net niet op.
Oké, mensen. Voordat we verder gaan met het potje, moet je kijken naar de volgende video. Bij 100 likes gaan we door met de volgende aflevering van Lego de Hobbit. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!